Even slapen in de schaduw. Je goed beschermen tegen de zon en vooral heel veel drinken. Met deze temperaturen is het niet makkelijk om koel te blijven. Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar zeker zonder airconditioning kan het ook daar flink heet worden. En sommige mensen hebben geen keus. Zij moeten de zon in, bijvoorbeeld voor hun werk. India is na China het land met de meeste inwoners van de wereld. Er wonen ruim 1,3 miljard mensen. Veruit de meeste wonen in het noorden van het land. En juist daar is het nu zo heet. Op sommige plekken zelfs warmer dan 45 graden. Ook journalist Alette André leeft nu in de hitte. Zij werkt vanuit India voor het Jeugdjournaal. Het is in India wel vaker zo heet als nu, maar in april is het bijzonder. En dat heeft te maken met de opwarming van de aarde. Want in India wordt het steeds vaker warmer dan 45 graden, zoals nu. En ook in de lente was het al warmer dan normaal. Meestal regent het al regelmatig en dat is verkoelend. Maar dit jaar was dat niet zo. De gevolgen van de droogte zijn groot. Zo is een deel van de graanoogst door de hete zon verpest. En op sommige plekken breekt brand uit, zoals op deze vuilnisbelt. Miljoenen kinderen in India hebben door de hittegolf ineens verplicht vakantie. Op veel plekken in India is de zomervakantie eerder begonnen vanwege de hitte. Want als het zo heet is als nu, kun je je moeilijk concentreren op schoolwerk. Helemaal op scholen waar geen ventilator is. Nu ze vakantie hebben, kunnen kinderen het rustig aandoen. En bijvoorbeeld gaan zwemmen in een meertje om verkoeling te zoeken. De komende week wordt nog meer hitte verwacht. En dus zal deze zwemplek nog wel even populair blijven.